Alamactic. Het nieuws dat zojuist de virtuele structuren aan het wankelen heeft gebracht, brengt Feyenoord Rotterdam fans in een roes. Het is het soort nieuws dat inslaat als een donderslag bij heldere hemel, dat iedereen verrast en een ware lawine aan reacties van Feyenoord fans teweeg brengt. We zijn gewaarschuwd, dat wel, maar de impact weer klinkt nog steeds in alle uithoeken van de sociale netwerken, waar de harten van de Feyenoord fans in een razend tempo kloppen door wat er zojuist is onthuld. In eerste instantie heeft deze informatieboom de fans vol in het gezicht geslagen die, ondergedompeld in verwachting en angst, nooit hadden kunnen anticiperen op de ontwikkelingen die zich nu voor hun ogen ontvouwen, rijkhalsend naar nieuws over de club. Ja, niemand zag het aankomen en juist deze onverwachte wending zet de wandelgangen van onze geliefde club in vuur en vlam, waar iedere fan zijn bewondering, verbazing en natuurlijk zijn niet aflatende passie voor Feyenoord uit. Voordat we verder gaan... Zorg ervoor dat je al geabonneerd bent op het kanaal, want zo blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt bij Feyenoord. Lilian gaat geschiedenis schrijven als eerste vrouw in de Raad van Commissarissen van ons geliefde Feyenoord. Dit spannende nieuws werd aangekondigd door niemand minder dan Words, overtuigend en gepassioneerd aan Veronica. Words, een echte liefhebber van onze club, benadrukte het belang van deze mijlpaal voor Feyenoord. Hij wees erop dat we tot nu toe nog nooit een vrouw in de Raad van Commissarissen hadden gehad, en Lilian staat op het punt om die historische barrière te doorbreken. En we kunnen niet trotser zijn. Lilian Marijnissen, een bekend figuur in de politiek, is nu klaar om haar passie voor Feyenoord over te brengen op het gebied van management. Met haar 38 jaar heeft ze haar sporen al verdiend als voorzitter van de PS in de Tweede Kamer. En haar liefde voor Feyenoord staat buiten kijf. Words benadrukte Lilian's geschiktheid voor deze cruciale rol bij onze club, en daar waren we het allemaal roerend mee eens. In reactie op Words voorstel sprak Lilian haar liefde voor Feyenoord en het belang van deze stap voor de club uit. Ze zei, Feyenoord zit in mijn hart. Ik weet niet of ik het kan, maar nul vrouwen is te weinig. Haar woorden weerspiegelen het sentiment van onze hele fanclub. Als de aanstelling wordt bevestigd, voegt Lilian Marijnissen zich bij een illuster rijtje vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op onze club. Denk aan Nicole Edelenbos, die in 1995 als eerste vrouw een bestuursfunctie bekleedde en door Jurien van den Herik werd benoemd tot directeur Algemene Zaken. Haar verhaal maakt deel uit van onze geschiedenis, net als dat van Lilian. Vergeet niet één like achter te laten. Laten we uitkijken naar meer updates over deze spannende ontwikkeling en hopen dat Lilian Marijnissen ons Feyenoord nog meer glorie en succes brengt. Samen zullen we geschiedenis blijven schrijven.